De gemeente Nijmegen heeft een wijkcentra in Nijmegen flyers verspreid over vuurwerkvrije zones in de Nijmeegse wijken Neerbos Oost en Tolhuis. En dat is opmerkelijk omdat de gemeenteraad nog moet instemmen met deze vuurwerkvrije zones. Raadslid Paul Eigenhuizen van VoorNijmegen.nu kwam de flyers bij toeval tegen in een wijkcentrum in Hatert. Ik viel echt van tafel. Ik was echt. Ja, ik, nou ja, met vol verbazing. Ik denk, hoe kan dit nou? Ben ik nou gek? Dus ik heb nog even gekeken: van gaan we er echt pas vanavond over praten? Ja, we gaan er echt pas vanavond over praten. Dus Mijn mond viel open van verbazing. Ik denk dat het gewoon uh, een miscommunicatie is. Dat het college gewoon uh, achter in, in de wandelgang heeft besloten: van nou, deze gaan er gewoon sowieso komen. Ze kunnen de folders uh, drukken en we kunnen ze vast verspreiden. En ik denk dat ze gewoon net iets vroeg verspreid zijn. Ik denk dat het besluit al vast ligt. Als ik gewoon zie wat er op die flyer staat, van dat er vuurwerkvrije zones zijn. Als ik lees wat er in de media staat, dat er vuurwerkvrije zones zijn. Ja, dan hoef ik er niet meer over te debatteren. Dan hoef ik niet meer te laten weten of ik er mee eens ben of niet. Ja, ik ga natuurlijk vanavond wel eventjes aan de burgemeester vragen van wat nou de, de zin is van het debat. Want ik heb nou niet het gevoel dat mijn bijdrage in het debat uh, nou, nou nog erg veel zin heeft. Eigenhuizen laat het er niet bij zitten en zal zich woensdagavond tijdens de raadsvergadering richten op de burgemeester en vragen om opheldering. Het raadslid vraagt zich hardop af of het debat over de vuurwerkvrije zones überhaupt wel nut heeft. Nee, de zaak is zeker nog niet afgedaan. Nee. nee. Ah, ik wil het even, ook even formeel van de burgemeester horen vanavond. Dat het dus een fout is en dat we dus alsnog tegen zouden kunnen zijn. En dat het dan dus ook niet doorgaat. In de schriftelijke verklaring laat de gemeente Nijmegen weten dat er uiteraard een voorbehoud moet worden gemaakt in verband met de besluitvorming van de raad. Mocht de gemeenteraad de benodigde wijziging van de APV niet vaststellen, dan worden de flyers aangepast, al dus de woordvoerder. Maar voor eigen huizen is de kous daarmee nog niet af.